2011 was een goed jaar voor Ankie. Ze zat lekker in haar vel. Paarden hadden af en toe ups en downs, maar dat heeft iedereen. En als trainster had ze veel succes. En over het gemiste EK zegt ze zelf... Nee, ik vond het helemaal niet erg dat ik het EK niet bij was. Het was ook niet echt mijn doel om daarbij te zijn. Ik heb ook niet geprobeerd met Salineren om erbij te zijn. Die motivatie kon ik eigenlijk niet vinden. Toen dacht ik, ja, wat is dat voor toegevoegde waarde? Dat zag ik niet. Nee, en dat is typisch Ankie. Als ze ervoor gaat, dan optimaal en anders niet. Snel dus door naar 2012. Voor mezelf, met Salineren wil ik gewoon heel even kijken hoe fit hij is en wat hij leuk vindt en wat we dan gaan doen. Dat geeft hij heel erg aan. IPS Upido die gaat de laatste tijd echt heel erg vooruit. Dus ik ben echt zelf heel erg positief over hem. Het doel is natuurlijk Londen. Ik weet alleen niet of ik dat haal. Maar als ik zie hoeveel hij de laatste tijd begint te veranderen... Dan is mijn goal echt om te kijken hoe goed wordt het en hoe ver kom ik met hem. Het zou dus zomaar kunnen dat Ankie straks met Upido in Londen staat. Maar eerst de meetpunten. Ja, de meetpunten naar Londen toe die zijn nog niet officieel bekend. Want er komen natuurlijk een paar observatiewedstrijden. Je moet sowieso internationaal 2x64% halen. Maar oké, voor in Nederland in het team te komen is dat natuurlijk niet genoeg. Dus eigenlijk moet ik gewoon, als ik mee wil, moet ik gewoon zorgen dat ik in het team kom voor Nederland. Dan Upido, want hoe ver is ze eigenlijk met hem? Hij is toch op een andere manier getraind. Dus die omstelling is in het begin toch wel moeilijker geweest dan dat ik gedacht had. Dus het is ook echt wel een periode dat ik dacht, als het maar goed komt, dat het wat langer duurt dan ik gehoopt had. Maar sinds de laatste 2 maanden gaat het echt elke week met sprongen vooruit. En zitten we echt super op één lijn. En dan is de grote vraag natuurlijk, wat moet er nog beter? Ja, om de top aan te kunnen moet ik die 5 passen wat ik nu geweldig heb, die moeten 50 passen geweldig worden. En hij geeft alles aan dat het goed is, alleen ik heb het nog niet aan elkaar en ik heb nog niet de hele proef op allemaal zulke momenten. Ik denk dat zijn lijf daar misschien ook nog niet helemaal klaar voor is. Het is toch kracht heeft hij nodig, de spieren moeten sterk genoeg, maar ook los genoeg zijn. En dat is denk ik ook het meeste waar we aan hebben moeten werken. Dat zijn lijf nog gymnastischer wordt. Want oefeningen kent hij wel. Maar als hij heel makkelijk en soepel is, dan kan hij natuurlijk elke oefening ook nog steeds mooier uitvoeren. En ik denk dat daar gewoon het werk zit. Maar dat kan ik toch niet forceren. Dat geeft toch zijn lijf aan en hoe het allemaal gaat. Maar in zijn hoofd gaat het allemaal goed.